Ik heb een fysiek iets. Ja. Een 3D print. En ja, ik maak dit soort dingen onder meer. niet zelf. Dit heb ik in de opdracht van mijn vriendin gemaakt. Dit is een interpretatie van een penning. Dit is de penning. Dus een penning is een munt die wordt uitgegeven ter nagedachtenis aan iets. Hè, voor degenen die niet weten wat een penning is. En dit is de jaarpenning van de Vereniging voor Penningkunst. Wow. En volgens mij is dit de eerste 3D geprinte penning ter wereld. Maar goed, dus deze heb ik gemaakt. Dus geef maar door. Oh, leuk dat je iets vast kan houden. Ik maak verder 3D geprinte beeldjes. Een beetje kietjerig, zoetige beeldjes. Veel met meisjes en zo, dat soort dingen. En die worden verkocht op dit moment in het kunstcircuit. Voor niet geringe prijzen. Dus dat is heel leuk. En ik heb eigenlijk verder niet een heel erg heldere visie op het hele digitale gebeuren. Ik zie het 3D printen, dus het 3D designen en het 3D printen echt als alleen maar als tool om een kunstwerk, wat dat dan ook is, te produceren. Wat moet je er verder over zeggen? Wat heb je daarvoor gedaan? Was je ook beeldhouwer? Of nee, was je fotograaf. Oké. Okay. Ik was fotograaf en daarna, ik ben een beetje 12 ambachten, 13 ongelukken of 13 ongelukken, nou ja, dat weet ik niet. Welke kant het op met allerlei carrières, journalist, dichter, muzikant, nou ja, dat soort dingen. En dit is toevallig ineens heel erg goed. Het is opgepikt door een galerie en het wordt echt verkocht aan kunstverzamelaars. En die zetten dat thuis. op hun haard, waarschijnlijk. Dat Hoeveel soort dingen. Kost een beeldje dan? Mijn beeltjes zitten, die zijn zeg maar grofweg tussen de 25 centimeter en de 60 centimeter hoog. En dan afhankelijk van de maat zitten de prijzen tussen 2000 en 5000 euro. Voor een oplage van 3 meestal dan. En wat aardig is, wat ik misschien vanmiddag ga vertellen, maar het hangt een beetje van de vragen af of zo. Want ik heb niet echt een heel erg coherent verhaal. Is dat ik. Het zijn eigenlijk mashups wat ik doe. Ik maak eigenlijk niks zelf. Eigenlijk niks. Ja, een bol of zo. Ik kan een bol maken in 3D bijvoorbeeld. Of een disc. En verder koop ik alles en morf ik alles aan elkaar. En dus een beetje zoals je elektronische muziek zou maken. Ik pas alles zo aan dat het van mij wordt, maar ik maak eigenlijk niks. Dus dat kan iedereen. Dus dat ga ik vanmiddag vertellen. Nou, zoiets.